is staven aan het maken. Kan je niet maken. Het is eigenlijk een... ja, hoe moet ik het zeggen? Lopende bandwerk. Tom? Sluitende band vind ik het eigenlijk niet. Dat is wel lekker mogelijk. En dit wordt de staaf. Heel dikker. Ah, hij is een fikker. Ah, dat is gewoon niks hoor, dat is een slangetje. De Venua heeft deze afgedraaid. Het is een staalbewerkingsbedrijf. Heeft dat werk gedaan. Kijk eens hoe mooi het eruit gehaald is. Eentje komt er zo door. Dit is wel even een malletje. Kijk, als je dat malletje nou namelijk kijkt, want ik moet het uit die ruige platen halen hier. Ja. Dus je kan hier wel zien waar ik het uit heb gezaagd. Ja. Wat is verhoud, Paul? Weer hetzelfde? Buikhout. Oh, die andere heb je daaruit gehaald. Ja. Heel zuinig gedaan, ja, zie ik. Natuurlijk. Ja, ja. Hoe wijs, hè? Zo makkelijk als het hout goed is, dan zit er niet zoveel scheuren of wat dan ook. Nee, precies. Dus dit is even een malletje voor het zagen. En hoeveel kammen krijgt deze, die bonkelaar? Nou, tel ze maar. Nou, dat is maar te veel werk. Zeg het maar. Oké, ik dacht 24. 24? Ja, 24. En dit te passen. Nou, hier komen de pennen aan. Kijk, ja. Die pen was zo lang. En dan krijg, hier heb je dat dingetje wat je net filmt in die andere bonkelaar. Ja. Dat tandje, zodat het niet uit elkaar kan. En die pen die gaat zeg maar ja, vanaf hier zo schuin, zo. Hè? Ja. Zo. Dus die zit hier aan. En dus hier komt het gat recht, zeg maar. Zo, dan steek je hem zeg maar, zo recht tot hier. En vanaf hier, vanaf dat paaltje van dit lijntje af, ga je schuin die kant op. Tjoh. Ja, en dan, omdat je dan hier krijg je al die kamgaten er weer in. Ja. Dus die zitten dan niet in je pennen. En dan, als je dus deze gemaakt hebt, dan komt er ook nog zo'n laagje op. Dus eigenlijk wordt die zo dik als dat je hier ziet. Dit is de dikte van dat is de dikte. 24 centimeter. Want deze komt er nog een keer bovenop. Ja, en dat zit dan gedraaid, hè? Want nu zit de borst van de verbinding zit hier. Ja. En als je in een kwartslag draait, dan heb je dus mooi als je het op elkaar plakt dan... In verband. Ja. De dikte, die heb je ook nodig voor die kamstaart. Ja. Want als je een heel dun vlutertje hebt, kijk, als je één laagje hebt en je hebt je kamstaart zo er doorheen, kijk, dan duw je hem heel makkelijk om, zie je dat? Ja. En hoe dikker dit is, des te groter kan die kracht wezen op de kam. Dus vandaar, en die happies die hier zitten, die zijn weer omdat je dat wieltje ga je opwiggen op die spil. Dus dat wil uit elkaar. Nou, als je nou zo'n hapje aan een tand aan die pen geeft, van die bord hier al, dan kan die nooit uit elkaar vandaan. Daar is het voor. En dit zijn twee verschillende, deze kant wordt zo en die kant wordt zo. Of wordt het hetzelfde? Wordt hetzelfde. Ja, ik die gaat hetzelfde doen. Zagen, maar ik maak eerst het gat erin. Ja, uiteraard. Is recht en dan maak ik die schuine kant. Kijk, ja. Want deze pen moet erin direct. En daar moet ik ook nog aan zeggen, dat wordt nog afgezaagd. Oh ja, zie je dat? Ja, dat moet er nog af. Dat moet ik nog af, maar dit stukje dat gaat weer in het openingje. Maar als je dat eerst uitzaagt, dan heb ik geen leidraad, dan zijn mijn lijnen gelijk weer. Ja, mooi. Snap je? Ja. Dus ik moet hier direct aan het dit is maar een kort pennetje zwaar, dat noem je een spatpen. Ja. En dat moet hier in. Hier komt die spatpen in. Ja. Het smalle stukje, dat is hier maar zo diep. Dat kun je misschien zien aan de zijkant. Ja. Ja? En dat heb je als reden, dat hier blijft nou, kijk hier, omdat het schuin is en niet een rechte pen of helemaal door, dat dit hout allemaal blijft staan, zeg maar, omdat hier weer die staarten van de kammen erin komen. Is er ook een zwaluwstaart? Nee, er komt geen zwaluwstaart. Nee, sorry, dit is mijn merktekeningje, dat is mijn paard. Oh, kijk, precies. Hier zo, als je deze twee tegen elkaar aanlegt. Ja. Zie je zo'n driehoekje? Ja. Dus dan weet ik altijd, oké, die horen zo bij elkaar, die punt gaat naar boven. Ja. En dan heb ik er nog twee. Ja. En daar zit eigenlijk ook weer een driehoek op. En dat is een deze. Maar dat is een dubbele driehoek, zie je dat? Ja. Dus dat is voor nummer twee. Dat is voor deze. Hier is ook een druppel. Precies. Dat is gewoon de paring die erop staat. Al. Dat is de paring. Kies je met de verkeerde plak. Ja. Precies. Juist. Hier? Ja. En dat met dat segmentje vormt ook weer een driehoekje, zo'n dubbele. Ja. Dat is die andere. Zo moet die worden. Zo gaat die straks in elkaar. Ja. Kijk eens. Dat ziet er schitterend uit. Dat wordt de bonkelaar. Mooi, hè? Kun je die verbindingen mooi zien?
je dit nou zien. Is toch prachtig? Daar binnenin ook. Hier ook, zo. Het is toch prachtig. Zo ziet het er dan uit als die in elkaar zit. Zo zie je er niets meer van die mooie verbindingen. Alleen deze, dit zie je nog. Nou, ligt hij nog los. Ja, ah, hij moet nog in elkaar. Nou, nagels erin en dan haalt het nog aan. Ja. En dan komt maar je net... ziet van de mooie verbinding is hier niets meer. Nee, maar het zit wel goed in elkaar. Straks. Ja, want hier ook. Hier lijkt het net of het. Spatpinnetje. Daar komt direct dus die andere schijf. Het komt op elkaar. Ja. Maar dan een kwartslag verdraaid. Snap je? Ja, precies. Dan heb je die verbinding. Deze weer over die heen. Ja. Ja. Dat is deze. Ja. Die komt er dan zo op te liggen. Klopt. Je kunt het zien. Even fine-tunen, ja. En dan lijkt het zo klein, die verbinding, maar het is heel diep en groot. Het is dit. Het is allemaal omdat je dan hier direct... Wijze. Krijg de camera en zo weer door. Zo staat het ook op tekening. Hebben ze er een tekening ja, van? Ja, ja. Alleen het geloof kan hem ook boekstellen. Dus ja, het zijn al tekeningen uit 1730, zeg maar. 1730, en zo doen ze het nu nog. Verschrikkelijk hoop werk, maar wel verschrikkelijk mooi. Ik ken daarvan genieten, het is een kunstwerkje, zeg maar. Dankjewel. Dan ga ik erin. Dan moet ik allemaal weer. De kamer zit erin. De bonkelaar. Net dat aftekenen, Paul. Ik ben het aftekenen, Ed. En dan ga je de... Dan ga ik de kamer direct weer in model schaven. Ja. En dan die gaten nog voor die schoteltjes. En hier moet nog een velling aan. En aan de onderkant, dan komt er stalen band omheen straks. Oh, er komt een stalen band ook omheen? Ja, ja. Dat kun je aan, hè? Ja. De kracht erop komt. Ja. Hey. Zie. Dus... Een stalen band ook. Twee stalen banden of ja, één? Onder en boven. En dat onder wordt dan bij elkaar gehouden met zo'n bandje, weet je wel, omdat het er niet af, omdat het ook schuin en die is. Zijn al klaar, die banden? Nee, die moet je maken als dit als die klaar er al zit, dan net je pas de maat houden. Ja, precies. Ja. Oh ja. Hier, dit zijn van die banden. Dus die zitten een beetje taps eromheen, die slaan eromheen. En dan deze, die worden omgeslagen. Omgeslagen. Zodat hij er niet af kan. Want als het natuurlijk schuin is, dan wil het natuurlijk eruit. Ja, dan wil het eruit. Maar zo niet, zo haalt hij een beetje de boel bij elkaar. Ah, zo is dat helemaal. Ja. Zit helemaal rondom, zit hij, die is afgebroken. En hier zit hij ook. Zit omgebogen, zie je. Ja. En zo wordt dat. Wat mag ik zeggen? Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Zie je die schuin? Dat is schuin. Dat wist ik niet. Dat is voor de weerszijde hier. Okay. Kijk, als je een op zee, hier komt dus een weg op, zo'n beetje een helmetje van 1 op 7. Hier heb je de speel, die is ongeveer net zo groot, ja? Of iets kleiner. En dan krijg je dus deze weg in de mop, zie je? Ja. Dus je kunt hier een weg gebruiken die hier aan de bovenkant zeg maar 4 centimeter dik is, toch nog tot dat, weet je wel. Dan, ja. Dus, ja. Het is mooi om hem op te wiggen, dan blijft hij mooi. Ja. Als je dat haak slaat, dan krijg je natuurlijk dat die wig alleen maar hierop draagt, op dat kleine randje, ja, zeg maar, dus op die scherpe kant. Ja. En nu draagt die wig over de hele zijde, zeg maar, ja. Ja. En dat had ik ook meteen kunnen doen als die dingen nog niet in elkaar zitten, maar dan is dit zo kwetsbaar, zie je? Dat, ja, dat precies. Hoekje, en nu... Dat wil dan uitbreken, dat, als je dat er tegenaan stoot. Ja, dus, en dat heb je nu in één keer gedaan. Dat zo gelaten, ja. Nou staat die lekker stabiel nog op zijn kant en dan krijg je nog twee... Mooi zitten, dit werk, Paul. Ja, dat kun je mooi zo doen.
schuifje eroverheen. Ja. Die witjes komen hier zo erin. Dit is de volgende klus voor Paul. Dat is het maken. De schijfloop. Ligt die. En het zijn die andere. Ja, je hebt er vier nodig. Ja. Het zijn twee schijven. En daar tussen. Die ga je eruit halen. Ja, dit is malletje het. Erbij. Huppakee. Ja, die kun je maar even opleggen. En dan kan je kijken waar de narigheid zit. Maar je moet niet alleen de bovenkant kijken, maar dan kan aan de onderkant ook een beetje schuur zitten of een kwast. Ja. Beukenhout. En dat wordt voor de schijf ook. Alles bezig met de schijfloop. Ik ben bezig met de schijfloop. Het aftekenen. De bonkelaar is klaar. Er hoeft alleen nog de stalen band omheen. Dat zijn de staven. In de schijfloop komen. Dit zijn worden we al dikker. Ja, dikker de weg. Maar dit is het idee. Hier. Ja, kijk, dat dus, kun je het mooi zien. Hè? Zie ja, zie je? Ja. De laatste details even een beetje bijwerken, Paul? Inpasje, overal een beetje tandsteen verwijderen. Het tandsteen verwijderen. Even kijken. Een mooie verbinding, hè? Of het ervoor gemaakt is, Paul? Ja. Ik heb vanavond nog wel. Toonhaar. Maar nou ga ik die weerkant er straks aan maken. Dat is makkelijker dan dat hij in elkaar zit. Nee. Ja. Ja. Mooi, hè? Aan de andere kant doen. Het is toch verschrikkelijk mooi zo. Dit. Ja, zo heb je er 8. Ja, maar je hebt er 4 met gaten. Ja. En 4 met een pin erop. Ja. Hé? Dus dat moet vierkant worden. Ja, kijk. Maar je gaat eerst, want dit loopt schuin toe. Dit is taps. Ja. Zie je dat eindje? Ja. Hij komt ongeveer 6 mm erin. Kijk, want die pen, die onderkant van dit ding, dat zit hier al vlak mee, zeg maar. Dus dan, en dit is ingekroost, zodat niet al die krachten weer op dit vierkante pentje alleen precies. Komen. Maar je krijgt ook een beetje een borst hierin. Ja. Dan heb ik eerst deze gaten gewoon. Die heb ik gewoon zeg maar zo dicht mogelijk met een boor geboord, zie je? Die, dat ik dicht bij het vierkant zit. Ja, dan kan ik direct vierkant hakken. Ja. Dat kan straks. Ja. Maar eerst, want
Ook daarvoor, voor het afschrijven, maak ik ook weer een malletje aan die wijzer, zeg maar, zodat ik altijd met de vlakken goed zit ten opzichte van vanaf het hart, weet je, want je draait natuurlijk mee. Ja. En het is vierkant, zodat als je iets later, die staven nou versleten zijn aan één kant, dan kan je de boel uit elkaar en dan kun je ze omdraaien. Snap je? Okay, ja, dan kun je ze nog een keer kantelen en dan kan je ze op dat vlak nog een keer gebruiken. Dan blijven ze knap, zeg maar. Ja. Dus ik heb eerst deze op de steek uitgezet en dat is dezelfde steek als van het wentelwiel, want deze gaat het wentelwiel aan drijven. Dus anders grijpt het niet goed in elkaar. Dus dezelfde steek als dit. Dus die nu bepaalt eigenlijk de steek, bepaalt eigenlijk de cirkel. Want ik heb dezelfde steek als bij het wentelwiel, dus die 13 centimeter die dit is, zeg maar, die moest er ook zoveel keer in, zeg maar. 20 staven komen hierin. Dus nu heb ik eerst deze geboord. En nou maak ik even een malletje, zodat ik die inkruising, zeg maar, van dit, even eruit vrees vanaf dat ding. Kijk, dus dan heb ik een gaatje geboord aan dit, met een komboor. Ja. En die kan ik dan hier optangen, zo, snap je? Ja. En dan frees ik zeg maar gewoon 6 mm uit dit dingetje, dan doe ik met een gelijk freesje, dat gaat net zo makkelijk, snap je? Dus dat moet ik voor die twee schijven doen, hè? Ja, en dat doe je voordat je het vierkant hakt? Ja, ja, want nu kan ik nog veel makkelijker zien waar het zit, zeg maar. Precies. Weet je? Je kan op het oog ook kijken van nou, zo zit ik in de midden van dat ding. En dan moet ik hem nog een beetje schuinen, zie je? Dus ja. Ga je ook dit doen. Dit is de onderkant. Dan sluit het mooi aan. Want dit, juist, kijk, want dit is de onderkant van het vat. Zie je dat? Ja. Zie je? Dus hij krijgt nog een klein beetje een... Schuining mee. Ja. Dus. Mooi in elkaar gezet. Toognagels. Dan gaat de diepte meten. Maar ja, het moet wel een beetje. Hè? Ja, dat moet zo. Even kijken. Ja. 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 Hier doen we het doen. Zie je? Ja, prachtig. Ja. Super. En de ronde. En zo moet het worden, vierkant. Afgeschreven. Kun je zien hier dan? Zo. Zo. Zie je? Nou, dan kijk, en dan zit hij hier vlak mee. En die staven, die houden echt maar, die houden die schijven op afstand. Ja. Die zit al in, ja, daar komt er nog wat in. In de borst, ja. Hey, hoor je dat? Koffiepruttelen. Koffie ja, dus, deze moet er gehakt worden. Ja. Ja, en die hier. Dat is ook rijden, dus een heleboel. En bij schietstaven, dat heb je ook, schietstaven, die hebben er zo'n ring bovenop. Die kan je dus zeg maar een tik losgeven. Er zit er boven zit een soort konisch end aan, zeg maar ook rond. Ja. En de onderkant is die pen dan vierkant. Dan kan je hem zeg maar los tikken, een slagje draaien en weer naar beneden. Zodat je altijd een ronde staaf haalt, zeg maar, op het, weet je wel, dan is je oppervlakje weer zoals die origineel was, zeg maar. Bij die vaste staven moet eigenlijk de hele krans of zo'n hele lantaarnwiel moet uit elkaar. Ja. Dus dan heb je dus, en dan kan je die staven een slagje geven. Maar, maar bij die losse staven moet je dus hier ook een stutje tussen maken. Hè, omdat die schietstaven die houden die schijven niet op afstand. Ja. Maar deze niet, want die heb onder en boven de borst. Dus de hele boel maar je draait je omdat die versleten is. Omdat het dan versleten is. Precies, dan kun je hem weer gebruiken aan de andere kant. Klopt, ja. En zo kun je hem vier keer gebruiken? En als je dat, dat zou kunnen. En wat je ook nog kunt doen bij zo'n wiel, is dat, omdat je natuurlijk zo'n lange staaf hebt, hè, maar dat is niet te veel eigenlijk, dus je zou hem nog wat naar onder en naar boven kunnen stellen. Ja. Weet je wel, als het, dat kan ook nog. Ja. Maar goed, dat hangt ook een beetje af van het wiel zelf en waar hij er voorbij draait en zo, hoe groot of dat is. Ja, want die heb je al klaar, deze. Ja. Er is nou nog eentje. Ja. Deze is allemaal al vierkant. Zo, eerst even de bovenste schuif met de kraan erboven gehesen en losgekoppeld. En dan gaan we
de pinnen eroverheen tikken. Ja. Nu zet ik niet helemaal alleen in de onderste, want dan zit er weinig muziek meer in. Dus hij zit rondom nou een beetje boven de elkaar. Mooi. Je kijkt hoe mooi. Ja, eigenlijk wel. En wat is de doorsnee van dat wiel? Minder dan een meter. Net zo groot als deze. Firma Venema. Inlist staan. De wielen liggen in de smederij. Van Venema. Plan. Die er omheen moet. Een zit in. Ja, er komt die stripje in, hè. Deze strips komen erin. En dan kunnen ze zo omgebogen worden. Ja. En dan zitten die banden klem, die stroppen. Ja, die mogen er niet uitdraaien. Nee, precies. Afgeschreven en ik niet aan elkaar vastgelast worden. U hebt hem nu afgeschreven en dan gaat u hem aan elkaar vastlassen? Nee, nou moet ik nog even bedenken hoeveel ik hem korter zal houden, want dan leg ik hem warm om. Oh, leg hem warm om. En dan krimpt hij. Precies. En, dan gaat u nog even berekenen. Nou, schatten. Ja. Hij wordt er warm omgelegd. 10 meter. Zo, hij is elkaar vastgelast. Als die stalen strip vasttimmert met die spijker, dan zit ook meteen natuurlijk die neus vasttimmert. En dan kun je natuurlijk ook niet lopen. Nee, precies. Thank you.
springt nog hoor. Ja hoor. Nou, ziet er prachtig uit. Ja, die zit er nog, hè, zie ik. Schitterend mooi. Ja, die zit er nou met de ijzertjes erin. Ja, die zit er omheen gebogen, hè. Ja. Eentje zit er omheen gekrompen. Prachtig, hè. Dit is het apparaat. Dat is een soort wieltje. En er komen twee vlammen op te staan. Kijk, dit zijn de branders hier. En dan gaat hij ronddraaien. En dan wordt hij rood gloeiend. En dan wordt hij er zo opgezet. Ben je maar tevreden? Ja. Nou ja. Weer een klus klaar. Ja, het is een beetje schatten. Ja, dat is schatten, maar ja, dat is moeilijk. Ja. Maar u hebt het goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. En hoeveel heb je er nou afgehaald? Een centimeter? Ja. Dus je hebt een centimeter, u hebt hem op maat gemaakt. En een centimeter heb u er afgehaald. En ja. Dat heb je dus, zeg maar, met warmte heb je dat... Dan wordt die 3 mm kleiner. Dan wordt die 3 mm kleiner. Tja.